Leuk dat je weer kijkt. Vandaag een hele praktische video over Lemax adapters en hoe je je kerstdorp goed kan aansluiten. Welkom, mijn naam is Martin. Ik werk voor tuincentrum Aralia en voor Wispel Village. En vandaag sta ik in het tuincentrum tussen ons kerstdorp en gaan we het hebben over elektra. En je begrijpt al, als je dit wil aansluiten, heb je best wat elektra nodig. En eigenlijk is het heel erg simpel met de producten van Lemax, want daar gaan we het vandaag over hebben. Ook al heb je misschien maar een heel klein kerstdorp of gebruik je tot nu toe batterijtjes, is het toch handig om even te kijken, want het kan vast een stukje makkelijker. In deze video ga ik proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Nou, een van de vragen die we altijd krijgen is, ja, wat zit er nu eigenlijk bij als ik zo'n huisje koop? Wat krijg ik in de doos? Koop je een gewoon huisje, laten we maar zeggen, dan zit er altijd een batterijkastje bij. Dus dan kan je, er zit gewoon een lampje bij en je kan hem aansluiten met batterijen. Er zijn ook items zoals deze, die kunnen niet op batterijen draaien. En daar staat dus altijd vermeld dat er een adapter bij zit, 4,5 volt. En die 4,5 volt adapters, daar komen we zo meteen, want die zijn belangrijk. Maar die krijg je er gewoon bij met één uitgang. En dan is er nog een beetje een uitzondering en dat zijn dit soort items. En daar staat dan op vermeld dat ze op batterijen kunnen draaien. Maar laat je niet misleiden, ze kunnen ook op een adapter. Alleen zit die er nu nog niet bij, dus dan zou je los een adapter moeten kopen. En raad ik wel aan, want dat is gewoon het makkelijkste om gewoon die adapters te gebruiken. Die gaan we nu erbij pakken. Ik heb hier dus een 4,5 volt adapter en daar kan je alles mee aansluiten. Alles van Lemax draait op deze ene type adapter. Nou, we gaan hem gewoon eens even openmaken, kijken wat we vinden. Goed, dan hebben we die adapter met die drie uitgangen. En dit is wat je bij je huisje hebt gekregen wellicht. Dus een lampje en een batterijkastje. Batterijkastje kan je helemaal weglaten. Je hebt alleen het lampje nodig. Hier hebben we een voorbeeld. Dit is het lampje. En die stekker gaat erin. En daarmee gaat hij aan. Dus je zou in theorie drie huisjes kunnen draaien op die drie uitgangen van jouw adapter. Maar dat is nog niet alles, want je kan eigenlijk wel 12 huisjes op één stekker draaien. Namelijk met deze set. Deze, dus de 4 LED Light Moonlanders. Alle producten staan trouwens in de beschrijving van deze video. Kan je ze gewoon terugvinden. Zijn vier lampjes met een snoer die eigenlijk verlengt. We gaan hem even uitpakken. Nou, wat krijg je daarbij? Vier lampjes dus en één snoer waar al die lampjes in kunnen. Dus ik zet ze er eventjes in alvast. Je ziet al, er zit niet echt een groot stuk tussen, dus het moet wel huisjes zijn die redelijk dicht op elkaar staan. Dus hier hebben we onze vier huisjes en die hebben dus eigenlijk zo'n soort verlengkabel die dan weer op één van onze drie uitgangen kan. Je kan dus vier huisjes op één uitgang aansluiten. Dat kunnen er dus in totaal 12 zijn voor één snoer. Maar je kan ook voor kiezen om een bewegend item op één uitgang aan te sluiten. Of een tafereel dat beweegt of verlicht is. Hè. Hier is het kampvuur verlicht. Ook hier zit een aansluiting voor een adapter. En hetzelfde geldt voor de straatlantaarns. Ook verlichte bomen. Alles gaat op die 4,5 volt adapters. Betekent dus dat je daarmee een beetje kan gaan puzzelen. Misschien gebruik je één van de drie gebruik je voor je huisjes. Een tweede met lantaarns en een derde voor een bewegend item. En dan heb je al je verlichting in jouw kleine dorpje misschien al af. En heb je maar één stekker nodig. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog, dan weet ik dat het gewaardeerd wordt. En maken we nog meer van dit soort filmpjes. Je kan ook op ons YouTube kanaal kijken natuurlijk en abonneren. Want we hebben al best veel video's gemaakt. Druk dan ook op de bel, dan krijg je een melding zodra we een nieuwe video plaatsen. In de reacties kan je je vragen kwijt of je kan laten weten welke video jij graag zou willen zien. Want we lezen ze altijd en reageren ook als je een vraag hebt bijvoorbeeld. Nou, en dan hoop ik je te zien bij de volgende video. Hoi hoi!